We komen er onmiddellijk bij die kanalen. Hè? Want als je dan zegt, ik heb een strategisch plan, we hebben ambitie, dan moet je jobs gaan creëren. En als we een vacature zien, dan zien we functieomschrijving, inhoud, competenties. Maar dat betekent al dat het in het bedrijf zelf een beetje moet afgeleid zijn. En in kleine ondernemingen hebben we de ervaring, is dat ook niet altijd evident. Is dat bij jullie goed gelukt? Hoe structureren jullie dat een beetje? Wij hebben, in tegenstelling tot veel van onze collega's, denk ik, nog altijd een beetje een rare structuur in de zin dat een dossierbeheerder, die is vandaag bij ons dossierbeheerder van A tot Z. Dat betekent van het klassieke beheer, algemene vergadering, maar ook van de boekhouding, van het technisch beheer, van de schadedossiers. Dat zit allemaal bij één dossierbeheerder. Dat maakt dat iemand inderdaad met veel skills moet zijn. Ja. Daar zit natuurlijk wel. Het zijn de witte raven. Ja, en die moet ook nog Frans, hè, Franstalig, want die in Brussel, in de rand van Brussel, ja, dat is bij moet ons je ook nog een beetje taalvaardig zijn. Nog een extra laag die er bij ons over ligt. Maar natuurlijk, een dossierbeheerder moet bij ons echt een generalist zijn. Iemand die alles een beetje kan. Want voor al de rest zit er natuurlijk. En waarom? Lijkt hij dan het best op de klant? Kan hij dan zijn best inleven? Nee. Een syndicus, een beheerder, moet iemand zijn dat is de manager van die vereniging van mede-eigenaars. Mm. Alles wat zijn petje, zijn of haar petje te boven gaat, daarvoor heeft hij oftewel interne experts bij ons, oftewel externe, als het nodig is, een grote renovatie van €1 miljoen. Ja, daar moet een extra architect worden opgezet om dat te gaan meebeheren. Daar zijn we het inderdaad over eens, uiteraard, ja. En de mensen, jij zei de mensen die bij mij komen, die weten niet of nauwelijks iets van het beroep af. Uit welke hoeken komen ze dan? Of waar ga jij zoeken? In welke vijvers vis je? In welke vijvers vis je? Mag dat gezegd worden? Want, dat mag zeker gezegd worden, maar het is op zich niet zo bijzonder. Onze vacature komt op de website van de VDAB, komt op onze eigen social media en wij vissen ook via ons eigen netwerk een beetje, waarin we zeggen, als je iemand kent, laat iets weten. Maar nu, voor de eerste keer, ben ik via selectiekantoren aan het werken, omdat ik echt maandenlang niemand vind om een vacature in te zetten. Ja. Dus dat is voor mij nu een nieuw kanaal dat ik aangeboord heb. Ja. En heb je dan zelf ook nog een soort van interne opleidingsprocedure die mensen moeten doorlopen? Ja. Kun je die ook nog checken, evalueren? Sowieso, hè. Dus de opleiding is bij ons enerzijds intern, maar anderzijds zeg ik ook altijd een externe, de basisopleiding van het Sociaal Fonds, hè, door Wollard nog gegeven. Mm. Omdat ik altijd zeg van kijk, je hoort het van ons, maar we willen ook dat het van iemand anders ook eens hoort. En dat is voor ons een beetje de kracht, dat het zowel een interne als een externe opleiding is. Ja. En natuurlijk, iemand nieuw die begint, dat is enorm intensief. Die moet begeleid worden. Die eerste weken, die eerste maanden, bijna letterlijk bij het niet letterlijk. Gebruik je bijvoorbeeld de IBO-contracten van de VDAB? Als dat iemand is die in die mogelijkheid zit, dan staan we daarvoor open. Ik heb in het verleden één iemand zo. Want we zien ook in de praktijkfonds dat veel van die goede maatregelen vaak niet tot bij de kleine ondernemingen komen of dat ze er mee worstelen. Soms zelfs ook een beetje gegeneerd zijn om iemand te zeggen van gaan we op een IBO-contract aanwerven? Daar komen we straks op, hè? Maar ik vind het inderdaad is een mogelijkheid. Het is goedkoop voor de werkgever, het is heel efficiënt. Het is ook, geeft ook een licht op de werkvloer. Het is ook terecht, want